Breda Nu. Ik ben Arie Mozes. Arie is eigenlijk mijn tweede naam. Eigenlijk heet ik Edward van mijn eerste voornaam. En mijn achternaam is Mozes. Ik ben geboren op 21 december 1941. Op de plaats Tanjung Enim heette dat. En dat ligt in Sumatra. Mijn oma is een Indonesische, mijn opa is een Nederlander. Van vaderskant. Van moederskant is mijn opa een Duitser. En mijn oma is ook een Indonesische. Ik ben dus in december 1941 geboren, maar in februari 1941 geloof ik. Begonnen de Japanners al binnen te vallen. En dat betekende dat mijn alle jonge mannen die moesten de dienst in om te proberen te vechten tegen de Japanse overmacht. En zo ook mijn vader, dus die was gemobiliseerd. En op het moment dat ik geboren was, was hij er niet. Maar wat ik van mijn moeder heb gehoord is dat, er heerste toen een grote chaos. Want Japanners kwamen steeds meer dichterbij. En toen had Nederland, die had eigenlijk had wel de oorlog verklaard aan Japan. Maar Japan had toen nog niet, zeg maar, die Nederlanders onder de knie. En om daar druk achter te zetten, zouden ze een bepaalde stad gaan platbombarderen. Zoals hier Rotterdam was voor de Duitsers. En in die stad waren wij toen. Want mijn moeder vertelde, nou, ik heb daar een bombardement meegemaakt. Ze zegt, dat wil je niet geloven. Ik weet daar niks van. Maar nou ja, mijn opa die was ook knilsoldaat. En die heeft eigenlijk nooit iets losgelaten over de oorlog. En later, als je zelf wat ouder wordt, gaan er wat dingetjes aan je knagen. Je ziet er natuurlijk niet echt Hollands uit. Je ziet er ook niet echt Indisch of Indonesisch uit. Wat ben je dan wel? Dus dan ga je op zoek naar je roots. En ja, zodoende ben ik hier bij deze stichting terechtgekomen. Om daar meer wat over te weten te komen. Mijn vader heeft ook in de Baronielaan gewoond. Heel die periode is bij hem nogal een beetje lastig gevallen, om het zo maar te zeggen. Maar gewoon ook voor mij om dat wat beter te begrijpen, zeg maar, waar het vandaan komt. Want dat is voor mij, was dat vroeger altijd heel lastig te plaatsen. En nu dat ik bij deze stichting zit en met mensen zoals u inderdaad in aanraking mag komen, kan ik dat beter in context plaatsen waar dat vandaan komt. Mijn vader heeft ook in het leger gezeten. Hij is gemobiliseerd, krijgsgevangen genomen, in Burma moeten werken aan de spoorlijn. Eerst hoorde mijn moeder, na 2 weken nadat ik geboren was, dat hij op een ander plaatsje op Sumatra was. En toen is ze naar dat plaatsje gegaan, maar toen was hij ook alweer vertrokken, weer naar een andere plek. Dus ze heeft
elke keer hem gemist. Toen heeft mijn vader haar een briefje geschreven van... wij gaan naar Batavia, wat nu tegenwoordig Jakarta heet. Zo heeft zij de trein gepakt. In de trein zag ze al dat over elke brug dat ze kwamen, die werd dan gelijk vernietigd. Dat was om de tocht van de Japanners een beetje te draineren. Dus alles werd kapot gemaakt. Dus ze had de laatste trein ook, want die trein werd ook bij aankomst zeg maar onklaar gemaakt. Toen zij aankwam, was hij alweer vertrokken. Oh. Toen zeiden ze tegen, werd hier verteld, hij zit in Bandung. Dus is zij met mij naar Bandung gegaan. Oh, wow. En hier is hij krijgsgevangen genomen. Dus ze heeft hem hier ook niet kunnen zien. Jeetje. En toen heeft zij besloten van, ik ga naar Yogyakarta, waar haar moeder toen verbleef. En daar is ze naartoe gegaan. En ja, je moet denken dat zij op dat moment geen geld heeft. Hè? Ja, precies. Ja. En dan met een 2 weken oud. Ja, ik vroeg me ook altijd af van, hoe heeft ze dat kunnen doen? En daar zijn we naartoe gegaan. Uiteindelijk zijn we daar terechtgekomen in een vrouwenkamp. Ik kan daar helemaal niks van herinneren. Het enige, ik heb het allemaal gehoord van mijn moeder en van mijn tantes. Van twee zusjes van haar, die waren ook bij de moeder. Dus die zaten toen ook met ons in het kamp. En ik merkte dat later, vooral hier in Nederland, toen mijn tantes zeg maar... Veel ouder werden. Ik werd hier altijd vertroeteld. En dan dacht ik van, ja, waarom? En toen hebben ze gezegd, ja, we weten welke ontberingen je hebt gehad in het kamp. Hoe ik al die jaren daar, zonder vader, nog nooit de vader gezien, in het kamp heb gezeten. Toen de oorlog afgelopen was, brak er gelijktijdig een andere oorlog. De onafhankelijkheidsoorlog die de Indonesiërs voerden tegen de Nederlanders. En toen moesten wij, zeg maar, beschermd worden door dezelfde Japanners die eigenlijk de agressors waren. En dat is het bizarre van het verhaal als je dat hoort. Alles wat maar een beetje Nederlands is... Dat moest beschermd worden tegen die Indonesiërs. Vooral tegen de jonge Indonesiërs, want die waren het fanatiekst. En je had ook plaatsen waar het rustiger was, maar je had ook plaatsen waar het heel gevaarlijk was. Waar veel extremisten zijn. En mijn herinnering begon op een gegeven moment, mijn moeder een zoektocht gaan houden, want ze wist niet dat mijn vader door de Japanners naar de Burma spoorlijn is gebracht. En ze dacht, nou, de oorlog is afgelopen, leeft hij nog? Waar zit hij? Van hieruit heeft ze contact gezocht met diverse instanties en uiteindelijk met de Rode Kruis om te kijken. De Rode Kruis had schijnbaar een lijst met allemaal namen van mensen die zij wisten van, nou, die zijn levend uit de oorlog gekomen en die zitten daar en daar. En na ongeveer twee jaar, zag ze van, oh, hij zit weer op Sumatra. Binnen 2 jaar heeft ze gezocht naar haar man. En hij ook. Teruggekomen na de oorlog moest hij nog vechten tegen de Indonesiërs. Die wilden onafhankelijkheid. En wetende dat zijn moeder
zijn moeder, dus mijn oma, een Indonesische was. En die door haar eigen volk, zeg maar, vermoord is. Omdat zij met een Nederlander was getrouwd. Oh, wow. En ja, en dan moest zij tegen die Indonesiërs vechten. Ja, dan weet je dat die man die heeft... Die komt getraumatiseerd uit de Japanse strijd terug. Uiteraard. Moest weer ten strijde treden. Of trekken. En die heeft een waas voor zijn gezicht gekregen natuurlijk. Ja. Maar hij laat niet veel los. Nee. En ik heb nu spijt dat ik hem eigenlijk niet uitgehoord heb. Ja, precies. Ja. Dat heb ik ook. Hij vertelde nooit veel over de Japanse bezetting en zijn werkzaamheden bij de Burma spoorlijn. En van die acties vertelde hij nooit. Alleen het laatste stukje van die acties heb ik meegemaakt, omdat toen de hereniging al was en hij nog steeds acties moest voeren. Ja, zo heb ik dus mijn vader pas op mijn 60 jaar ontmoet en hij mij ook. In het begin had ik hem eigenlijk niet geaccepteerd, want ik wist niet wat de vader was. Ik heb altijd onder vrouwen gezeten, 6 jaar lang. En dan komt er een man in huis en dat kon ik niet zo goed plaatsen. Ik heb maanden met hem niet gepraat, met mijn vader. Maar ik heb dus dat stukje van daarna, na de Japanse tijd, heb ik wel meegemaakt. Tenminste, natuurlijk heb ik dat meegemaakt, maar daar kan ik me iets van herinneren. Daar beginnen eigenlijk mijn herinneringen aan de hele periode. Vlak na zeg maar... Na de hereniging met mijn vader en moeder. En toen zijn we gaan wonen in een soort kampement van allemaal huisjes in een kazernecomplex. En daar gingen de mannen, die gingen elke dag gingen ze de poort uit om acties te voeren. Dan moest weer dat dorpje gezuiverd worden, En dan stond ik altijd bij de poort, en dan kan ik me nog goed herinneren. En, want ik vond het geweldig dat al die militairs voertuigen langskwamen. Maar voor die vrouwen was het, mijn man gaat nu weg, maar komt hij vanavond wel thuis? Ja. En zo heeft is een oom van mij, die daar ook woonde. Die is op de laatste actiedag, want er was toen, de overdracht was bijna rond en ze moesten nog de laatste actie voeren en toen is hij door zijn hoofd geschoten. Hebben ze hem door zijn hoofd geschoten en dat kan ik me nog herinneren. Dat hij niet meer terugkwam. En gelukkig dat hij vrijgezel was. Dus, Er zijn best wel wat mensen uit die tijd best wel van het harde opvoeden geweest. De mensen, wat anders dan hier in Nederland, wat gedisciplineerder misschien. Was dat bij u thuis ook zo? Ik mocht van mijn moeder... Mocht ik geen gitaar komen in huis? Oh, serieus? Nee. En mijn moeder zei: nee, dat komt geen gitaar bij mij thuis. Maar toen kreeg ik mijn eerste elektrische gitaar van een oom van mij. Oh. En toen kwam ik thuis met de gitaar en mijn moeder zei: wat is dat? Ik zei: ja, van je broer gehad. Oh ja. Ik zei: van je broer gehad. Oh, geweldig. Oh. Ja. Ja, dus die hadden wat uit te leggen aan je moeder. Ik mocht niet met Indonesische kinderen gaan spelen. Want het is moeilijk te bevatten, maar het waren
Mijn opa is een Nederlander, die is als kolonist naar Indonesië gegaan. Nou, en die koloniale gedachte, die is weer verder gegaan bij, zeg maar, bij mijn moeder en mijn vader. Mijn moeder wist pas in Nederland, wist ze pas dat ik ook dat taaltje kon spreken. Want ik mocht niet van haar met Indonesisch omgaan. Maar ja, ik speel op straat en zie je andere kinderen. Het zijn Indonesische kinderen. Ja, als kind, dat speel je mee. En ik ging met hun ook vaak naar hun dorpjes, weet je wel, dat noemen ze kampongs. En dat was verboden terrein, hè, voor mij, van mijn moeder. Oh jongen, dat mag, nou, daar moet je nooit komen. Dat was veel te gevaarlijk. Maar ja, ik speel met die kinderen en ik kwam daar ook. En gebeurde niks. Ja, dat kon je thuis niet vertellen, want ik kon niet thuis vertellen van, ik heb die en die als vriend. Ja, en daar kreeg ik gewoon een donder van mijn moeder. Ja, vooral mijn moeder. In 1948 is die overdracht geweest. En eigenlijk onder druk van Amerika, van VN. Omdat Nederland was ook in opbouw. Nederland heeft een oorlog gehad, die was ook in opbouw. En die had geld nodig. En die had meerdere dingen nodig. En toen kwam er een Marshallplan, hadden ze. Maar zeiden ze van, dan moet je afscheid nemen van Indonesië. En dan krijg je van ons. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijk ziet. We zijn toen dus weer teruggegaan naar Sumatra. Toen alles afgelopen was, was mijn vader ook weer uit dienst gekomen. Want ja, door de oorlog moest hij in dienst zijn. En zijn we naar een plaatsje gegaan waar hun altijd hebben gewoond. En waar ik zeg maar geboren werd. Toen kregen wij allemaal het verzoek van, wat wil je worden? Wil je de Indonesische nationaliteit aannemen of de Nederlandse? Nou, wij waren helemaal Nederlands opgevoed, spraken thuis Nederlands. Dus automatisch, zegt mijn vader, een Nederlandse staatsburger. Plus, mijn vader is vaak in Nederland geweest. Hij is door zijn vader naar Nederland gestuurd om hier te studeren. Dus mijn vader, die kende Nederland al. Hij had hier ook een spaarbankboekje. En dat kwam later goed uit toen wij vanuit Indonesië naar Nederland moesten. Uiteindelijk zijn we naar Nederland gegaan omdat ze wisten in welk legeronderdeel hij gezeten had. Dus werd hem overal met alle dingen bemoeilijkt. Op zijn werk, als hij een huis zocht. Want ze wisten van, je hebt in dat legeronderdeel gezeten. Hè? En die zijn flink tekeer gegaan tegen ons toen. Snap je? En hij dacht aan mij. Zeg maar, voor mijn toekomst dacht hij van, ja, hij heeft altijd op een Nederlandse school gezeten. Maar dan krijg je voorgezet onderwijs. Dan zou ik naar een Indonesische school moeten. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik ga naar Nederland. Want ik heb hier nog spaarcenten. En hij heeft dus al zijn spaargelden hier heeft hij gespendeerd om met ons gezin op de boot naar Nederland te gaan. Wanneer is het precies geweest? Want ik zie... We zijn in december 54 zijn we vertrokken. En wij kwamen hier aan in januari 55. Oké. Okay. Ja.
Hoe lang duurde dat dan ongeveer? Een maand ongeveer. Oh jeetje. Ja, en... een maand. Een maand op een boot, ja. Nou, dat schip zat vol. En mijn vader die had twee plaatsen tekort. Oh. In de toeristenklas, zeg maar. En toen is mijn moeder met een zusje van mij hebben de eerste klas ticket. Oh, wauw. En waarin verschilde dan de eerste klas en bijvoorbeeld waar jullie zaten dan? Is dat alleen een mooie kamer of ook nog andere? Ja, het zou een mooie kamer, want wij zaten zeg maar in een grote ruimte met zoveel bedden, weet je wel. Ja. En zij had een aparte hut. Ja. En eten is apart. Wij gingen dan eerst eten en daarna ging de eerste klas eten. En dat was mijn moeder, hè? Die reisde de eerste klas. En ja, die hadden het chique met een strijkje, weet je wel. En dan gingen wij van boven, gingen we altijd naar beneden kijken van... Hey, kijk daar, moet je kijken wat ze eten, joh. Ja. Oh, maar dat is ook erg dan, dat gezin dan op die manier moet slapen. Ja, maar dat moest omdat mijn vader wilde het snel weg. Oh ja. Dus alles bij elkaar, zegt hij, nou, we zijn hier weg. Toen wij op de boot zaten, heeft mijn vader, vroegen ze aan mijn vader van... waar wil je wonen in Nederland? Ja, want je ging naar Nederland, maar waar gaan we wonen? En mijn vader mocht een voorkeur geven. Toen zei hij, ik wil naar Breda. Want dat is een beetje in de buurt van families. Nou, en dat was Breda en ik wil nooit meer weg van Breda. En kwamen toen in de zomer of in de winter aan? In de winter. Oh ja. Lag er toen ook sneeuw? Sneeuw. En wat was uw eerste reactie toen op sneeuw? Nou, in Indonesië, we gaan naar Holland. Oh ja, dat is altijd sneeuw, dat is altijd wit. Ja, oké. Okay. Nou, dan kom je hier en dan is het wit. Dan denk je, China wel. Dat is ik altijd gedacht heb. Maar de volgende dag was sneeuw weg. Ik denk, hoe kan het nou? Ja, mijn vader had de perceptie inderdaad van, is dat waar ze de kleren in wassen? Omdat het wit is, hè, dat als het gaat schuimen, zeep, dan wordt het ook wit natuurlijk. Dus mijn vader dacht, het sneeuw die hij zag, doen mensen daar de kleren in wassen? Ja. Dus dat is wel grappig inderdaad, als je dan, wat voor beeld dat oproept bij iemand, in zo'n sneeuw. Ja, en sneeuw was natuurlijk leuk in het begin, want wij wonen in Barnila, vlak bij het bos, hè. Bij het Masbos. Ja. Ik heb daar ook veel gespeeld als ik in het begin, dat ik hier in Nederland was. Oh, leuk. In dat Masbos met andere jongens uit de andere pensioens. Want het stikt de moord van de pensioens daar. Ja, en het zat goed vol ook, al die pensioens, heb ik begrepen. Ja. We zijn hier op de Barnulaan. En bij aankomst in Nederland zijn we naar een pensioen gegaan in deze straat, de Barnulaan. En op nummer 150, dat was het pensioen waar wij bijna 2 jaar in gewoond hebben. Natuurlijk is het in al die jaren is iets veranderd. Maar het gebouw is bijna hetzelfde, alleen een beetje gerestaureerd. Beneden woonde de eigenaar, zeg maar. En dat was een alleenstaande vrouw. Ze heette Dini Tax. Daarboven was een gezin met vader, moeder en 1 kind. Dit is mijn kamer geweest. Dan heb je daarboven ook een gezin met, ik dacht ook 1 of 2 kinderen. En dan nog daar weer helemaal op zolder was een alleenstaande vrouw met een zoon van haar. En we speelden wel eens hier, want daar bij dat balkon, daar kwam een gezin wonen met
een zoon, daar trok ik veel mee op. Die bomen die zijn zo oud, want toen we hier kwamen, waren het al grote bomen. Ik ben één keer terug geweest. Eigenlijk op verzoek van mijn twee broers en een zuster, die daar geboren zijn. Die als, zeg maar, als klein kind naar Nederland zijn gegaan. En die wilden weten waar ze geboren zijn. En toen hebben ze aan mij gevraagd, zou je mee willen? Ik ben toen met hun gegaan, naar de plaatsen waar wij dus geboren zijn. Alleen het ziekenhuis waar ik geboren was, die bestond niet meer. En dat was een zwembad geworden, geloof ik. En, maar de twee huizen van waar mijn broers geboren waren, die hebben we wel kunnen vinden. En wij mochten van die mensen naar binnen in dat huis. Dus dat vond ik wel heel, heel apart. Ik stond zo voor het huis, weet wel, en toen zei ik tegen mijn broer, kijk, dit is ons huis en ja, die kamer, daar ben jij geboren en zo. En toen kwam een vrouw kwam naar buiten en die vroeg wat wij aan het doen waren. En toen zei ik, ja, we hebben vroeger hier gewoond. Ik zeg, ja, mijn broer is hier geboren. En toen zei ze uit de cel van, willen jullie binnen kijken? Ja, natuurlijk. Nou, wij mochten naar binnen, overal gekeken en ik heb uitgelegd naar de slaapkamer van mijn moeder, de slaapkamer van jou en mijn kamer en de keuken. En, nou. Toen gingen wij het huis uit, kwam de buurman naar buiten en die ging in het Nederlands, zei hij van, komen jullie uit Holland? Ik zeg ja. Ik zeg, we hebben vroeger hier gewoond. Hij zegt, en hoe heten jullie dan? Ja, Mozes. Hij zegt, oh, ik heb gewerkt met Laurens Ari Mozes. Ik zeg, oh, dat is mijn vader. En ja, dat was zo leuk. Die man die sprak Nederlands. Na 40 jaar, geloof ik, heeft geen Nederlands gesproken. Maar zijn vrouw, die wist volgens mij nooit dat hij een andere taal kon spreken. Want die keek hem zo met open mond, keek ze hem aan toen hij Nederlands sprak. Ja, dat was wel een leuke anekdote. Het was Breda en ik wil nooit meer weg van Breda. Breda nu.